Ik wil jullie voor vanavond een fragment laten horen uit een documentaire van de Deense maker Rikke Hout, samen gemaakt met een Iraanse journaliste, Sheida Jahanvin. En zij vertelt het verhaal hoe zij in Noorwegen is aangekomen en de problemen en de uitdagingen die dat met zich mee heeft gebracht. Het lijkt mij een mooi verhaal, of toch een stuk uit haar grote verhaal, om vandaag mee te beginnen. Today, I was not in a good mood. I was tired. Jeg hadde sånn i det siste. Men vi har mye å gjøre. Norskkurs, husarbeid, og vi trenger oppdatere bloggen vår. Madjar også trøtt. Det overrasker meg. Kanskje det mangel av sollys. Jeg burde gå til legen. Det jo et stort problem, egentlig. Blant både etnisk norske og innvandrere. Men vinterstid i Norge, ikke sant? Så det mye verre for deg. Da det ikke sol, ikke omtrent. Og det mørkt, og det oversyet ute. Det lang vinter. Det helt sikkert. Så da... Det derfor såpass mange, tror jeg, mangler D-vitamin. Så du kan si ellers, D-vitaminkilde, ikke sånn, i kosten, det blant annet margarin, smør, melk, og så det i, spesielt i fet fisk. Ja, utover det så det jo sollys, som du kanskje vet, altså gjennom solen. Jeg tror jeg i et slags kultursjokk. Det snart jul og nyttår. Gatene fulle av lys og glade nordmenn. Det ikke mitt nyår. Det deres. My new year is in the spring. It comes with small flowers and birdsong. I feel alone. I just have Matyar. But he is alone too. Jeg savner mine gamle venner. Jeg savner å ikke måtte forklare. De eneste norske jeg møter min rådgiver Camilla, min norskkurslærer, og de gamle som bor rundt meg i boligblokken min. Hva skal du? 8. Daglig i en måned. Deretter kontroll hos fastlege. Ja, jeg må spise 4 D-vitamintabletter, og jeg må spise fisk, og jeg trenger sol. مدیر یادته اولین باری که توی دانشگاه هم دیگر رو دیدیم و با هم حرف زدیم و مدیر Do you remember the first time we met at university? آره ده آمان 1383 Jeg husker det. Det var 1. november 2004. En time etter at jeg tok farvel med deg ble jeg arrestert. رفتم خونه و بازداشت شدم. I remember that day too, every moment. We met by the bench in the university garden. Hagen var full av folk, men jeg la ikke merke til noen andre. Vi var vårt eget lille univers av strålende soler, stjerner og måner. You were wearing a light blue denim shirt. We talked and talked. I enjoyed looking in your eyes. You asked me a lot of questions about politics. I just smiled. I wanted to kiss you. Jeg lovet å møte deg neste dag, og ventet ved benken. Men du kom aldri. Jeg følte meg såret og trist. 2 uker gikk. Til slutt spurte jeg en venn av deg. Han fortalte at du hadde blitt arrestert.
aramızda hem Rus bud. Bazdaş şudu ya. Hem diğer ne dediğim beri ya. Tamam. Dostlar. Ja, jeg ble arrestert, og vi så hverandre ikke på to år. Du er ferdig? Det er jo ikke nærmere. I isolat finnes det ingenting. Han var det du stod, den ikke går seg stemme, jeg fikk meg kjære. De første ukene tenkte jeg på mine venner, min familie og mitt liv. Jeg må ha det nemlig samme fikk henne. Men etter en stund ble det vanskelig å tenke. Etter noen dager i isolat klarer man ikke å tenke på noen ting. Man har ingen fantasi. Hodet er tomt. Selvfølgelig du der gikk hun med gikk over efter centimeter på deg. Cellen min var så liten. Jeg kunne ikke strekke meg. Det var et lite vindu høyt opp under taket. Noen ganger kunne jeg se månen. En måne bak gitter. Hei! Hvordan går det? Takk, bra! Hvordan går det? Det går bra. Med deg? Det går bra med meg. Jeg fikk mail fra Røde Kors, flyktningeguide i Røde Kors. Og det er en norsk frivillig som vil bli kjent med deg. Ja. Hva skal jeg gjøre? Jeg skal få en... Ja. Så. Det var en stukje uit My Share of the Sky. Dus gemaakt door Sheda Hanbin en Rikke Hout. Je kan het hele verhaal horen op de website Radio Atlas, die radioverhalen ondertitelt. Vanavond draait rond het thema Narratives on Migration. Een thema waar we eigenlijk niet meer aan voorbij kunnen als we het nieuws opzetten. Er zijn heel veel uitdagingen rond migratie. En sinds 2015 zijn er 1,5 miljoen mensen in Europa aangekomen als vluchteling op zoek naar een nieuwe thuis. En welk verhaal vertel je dan, op welke manier, om dit meer dan actuele thema te belichten? En wat kan de rol van een kunstenaar, of designer, of ontwerper, of curator daarin zijn? Maar voor we ons verder laten inspireren, gaan we onze traditionele vragenronde doen. Het is gewoon heel... Microfoon pakken misschien. Zo. Ik moet die zetten. Ah nee, die staat. Zal ik deze gewoon pakken? Ja, top. Oké, dus gewoon je hand opsteken als je je aangesproken voelt. Wie is er voor de eerste keer op een AZ-avond aanwezig? Oké, de helft. Wie is een maker? Wie is een denker? Wie denkt er in oplossingen? Wie is een migrant? Wie heeft er een migratieverhaal in de familie? Voor wie is migratie een onderwerp dat in het dagelijks leven een rol speelt? Wie heeft er dagelijks mee te maken? Eén iemand. Voor wie is migratie een vraagstuk dat ver is en ongrijpbaar voelt? 5, 6 mensen. Wie vindt dat het gevaarlijk is om als geprivilegeerde westerling werk te maken over een vraagstuk als migratie dat misschien ver van ons afstaat? 2, 3 mensen. 4. Wie vindt dat we actie moeten ondernemen in deze problematiek? Bijna iedereen. Wie heeft of had een actieve rol bij het helpen in deze problematiek? Wie heeft bijvoorbeeld als vrijwilliger gewerkt? 5 mensen. Wie is als kunstenaar in zijn werk of haar werk bezig met het thema migratie? Okay. Wie denkt dat design en kunst een bijdrage kan leveren in het vinden van oplossingen? Oké, bijna iedereen. Wie denkt dat het niet gaat om het vinden van oplossingen, maar om manieren te vinden waarmee we kunnen leven? 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8 mensen misschien. Goed, dat was het vragenrondje. En vanavond? Vanavond wordt dus een zoektocht waarin designer Emma Ribbens als jonge maker iets over zal komen vertellen. En filmmaker Sahim Omar Khalifa en architecte en researcher Merve Bedir als meer ervaren rotte in het vak van verhalen vertellen. En vanuit hun ervaring en onderzoek zullen we perspectieven en ideeën delen over de artistieke praktijk en hoe verhalen rond migratie eruit zien en hoe ze er misschien zouden uit moeten zien. We zullen spreken over de uitdagingen, onvermijdelijkheden en mogelijkheden. We beginnen vanavond met Emma Ribbens. We maken kennis met haar zoektocht naar wat haar rol als ontwerper kan zijn. En daarna volgt een gesprek met filmmaker Sahim Omar Khalifa aan de hand van filmfragmenten uit zijn laatste langspeelfilm. En dan de onderzoekster, architecte en curator Merve Bedir zal een presentatie houden over haar werk en het perspectief op verantwoordelijkheden rondom het begrip hospitality, gastvrijheid. De voertaal van vanavond is Nederlands, dat voelt enigszins ongastvrij naar Merve, maar we dachten dat het misschien goed was om in de taal die ons het dichtste is, met al die nuances en moeilijkheden en zo, om toch die taal, het Nederlands dan, te kiezen. En dan switchen we voor Merve over naar het Engels. En daar zit Wiede. Wiede is al volop aan het tekenen. Hij verbeeldt wat hij zal horen in de gesprekken vandaag. En af en toe ga ik bij hem langs om te zien wat hij heeft getekend. De avond eindigt ongeveer om 9:45. You have a lot of... Oh, okay, yes. Okay, I will switch to English, no problem. Oh, thank you. Yes, okay. Who speaks English, actually? Hey, last question. Okay, very good. Then I will just have to check with the organization, because... Yes, because, of course, two of our talks are in Dutch, but... Emma, in Netherlands, later switch to English. Yeah. Because Emma prepared in Dutch, so she will do it in Dutch. Yeah, so we'll have one talk in Dutch. Maybe I can do the Q&A in English. And then our talk, Sahim, will be in English. And then, okay. Okay, very well. Problem solving, very quick. Okay, so good. Emma Ribbens. I will just do the introduction again in English. Emma Ribbens, you won the Wanatu Prize with Nomad Lab. It's a toolkit for children in refugee camps to make toys, modular toys. Here's an example of that. Modular toys with garbage, actually, that they can find on site. And that's with a limited number of elements that can use in a modular way to make indefinite amounts of toys, actually. And the idea was to enhance actually the weerbaarheid. Sorry. The resilience, actually to increase the resilience of children in this very, well, child unfriendly environment. And the project, the project started after Emma did some field research in a refugee camp. And together with Clara Braakman, a filmmaker, she started making a documentary on this process. And they started making the documentary this summer. But actually, designing is quite different than making a film and telling stories. So the designing process took an all different turn, I think, because Emma and Clara started making this film. So, in the meantime, making this film, Emma had these new questions, dilemmas, and also ethical questions. How do you tell a story the right way? Emma, the floor is yours. Hallo, mijn naam is Emma en vandaag neem ik jullie kort mee in mijn onderzoeksproject, maar ook in de zoektocht om dit verhaal te vertellen als beginnende maker. In mijn onderzoeksproject, namelijk Nomadlab, ben ik op zoek gegaan hoe ik als ontwerper kinderen op de vlucht kan versterken door spelen
En vanuit dit onderzoeksproject ontwikkel ik open source speelobjecten. Dit project startte 2 jaar geleden als mijn masterproject. En ik was er eigenlijk enorm naïef aan begonnen. Ik dacht dat ik die problematiek van achter mijn bureau zou kunnen begrijpen. Maar al snel merkte ik dat dat eigenlijk vrijwel onmogelijk was. Dus de enige optie om die problematiek te kunnen begrijpen was naar daar gaan. En toen ben ik voor een paar weken naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke geweest. En daarvan kun je foto's zien die ik met mijn iPhone heb getrokken. Omdat ik daar niet mijn camera binnen kon komen. En deze zomer ben ik ook naar de vluchtelingenkamp op Lesbos geweest en ook naar Istanbul om die situatie te kunnen begrijpen. En eigenlijk zijn dat altijd heel andere situaties geweest, maar telkens zo complex, absurd en mensonwaardig. En dat ik eigenlijk niet kon geloven dat dit Europa was. Geweld, verkrachting, kinderprostitutie, mensenhandel zijn realiteit hier. En mensen proberen dagelijks te overleven in uitzichtloze situaties. Maar ook hoe uitzichtloos die situaties telkens waren. Ik ontdekte wel hoe sterk en hoe veerkrachtig dat die kinderen waren en hoe belangrijk dat spelen voor hun was. En waarom het zo belangrijk blijft om te investeren in spelen. Waarom is spelen zo belangrijk? Is eigenlijk, je geeft kinderen de mogelijkheid om gewoon even terug kind te zijn. Om in al die ellende terug plezier en vreugde te ervaren. En spelen is voor kinderen ook de manier om de wereld te ontdekken. Om eigenlijk heel belangrijke vaardigheden te leren. Zoals hoe maak je vrienden, hoe kun je terug op jezelf vertrouwen. Je leert problemen oplossen, je leert in je fantasiewereld te komen. Je leert waar je goed in bent. En eigenlijk is spelen super cruciaal voor de verdere ontwikkeling van kinderen. En gelukkig is dat al heel bekend, die gedachtegoed. En wordt dat wetenschappelijk aangetoond, het belang van spelen na of tijdens een traumatische ervaring. Toch ontdekte ik vanuit mijn onderzoek dat er eigenlijk heel veel complexiteiten zijn om kinderen de speelmogelijkheden te geven in die kampen of op andere plekken waar deze mensen terechtkomen. Zo is het vaak verboden om in vluchtelingenkampen speelconstructies te maken of andere constructies, omdat overheden bang zijn dat een kamp, een tijdelijk kamp, eigenlijk een vaste plek wordt. Dus ze vermijden al die dingen, zijn ook voor een mogelijk aanzuigeffect. En als er dan een lange tijd toch een speeltuin of iets mag komen, dan is er vaak een tekort aan openbare ruimtes. Dus die worden verbanden naar de zijkanten van de kampen, waardoor dat je eigenlijk nog meer drempels hebt voor kinderen om te kunnen spelen. En dan vaak, en dat is dan weer een ander probleem, is dat die speeltuinen, de materialen van die speeltuinen zijn vaak zo waardevol dat die gebruikt worden voor andere doeleinden. Dus als je die nacht met dat hout een veilig huis, alleen een veilige plek kunt bouwen of vuur kunt maken, dan is de overweging snel gemaakt tussen een speeltuin of overleven. En ik denk dat een beetje hier mijn rol als ontwerper of als onderzoeker ligt, om samen met deze mensen lokaal te gaan kijken voor nieuwe wegen om speelmogelijkheden aan te bieden. En deze vervolgens te vertalen naar open source tools. En zo ontwikkelde ik in het vluchtelingenkamp van Duinkerke een constructiespeelgoed, eigenlijk gemaakt uit afvalmateriaal, dat je daar kunt zien staan. En eigenlijk om samen met kinderen speelruimtes te maken. Ik voorzag eigenlijk waardeloze materialen en de kinderen creëren hiermee iets waardevol. En eigenlijk werden de kinderen eigenlijk een beetje architecten en designers van hun eigen plek. Het eindresultaat bleek eigenlijk helemaal niet zo belangrijk te gaan, maar het ging eigenlijk over dat proces van maken, omdat die kinderen hadden eigenlijk heel veel conflicten met elkaar en vonden geen manier om met elkaar samen te spelen. En alles eindigde heel vaak in heel agressieve gevechten of die tuften of die ook pisten op elkaar, omdat die geen manier vonden om te communiceren. En door een kleine tool aan te bieden, waren die ineens wel in staat om samen iets kleins te maken. En ik denk dat het in die kleine details zit. Dit was zijn foto's die zijn genomen na de brand, omdat we allemaal zijn moeten verhuizen naar andere plekken. Met deze toolkit zijn we ook naar het asielcentrum. En vanuit dit constructiespeel zijn we nu ook modulaire speelkarren aan het ontwerpen. Die we binnenkort in Libanon gaan implementeren met lokale
partners en deze ook daar verder ontwikkelen. Om het eigenlijk nog toegankelijker te maken om speelinterventies te doen op deze plek. En met deze toolkit zijn wij ook naar het asielcentrum in Rotterdam geweest, waar wij ook een korte documentaire hebben geprobeerd te maken, zoals u juist ook is verteld. En het asielcentrum is een helemaal andere plek dan alle kampen die ik heb bezocht, maar toch zijn er eigenlijk ook hier is het eigenlijk belangrijk om voor de kinderen speelelementen te voorzien. En de kinderen hebben meestal, die hebben een tijdelijk huis en er is een speeltuin en er zijn fietsen. Maar die hebben ook nog heel veel onzekerheden. Die hebben nog altijd geen definitief ja-antwoord gekregen. En op zo'n plek is ook, in zo'n asielcentrum, komt eigenlijk heel de wereld samen. Dus die hebben ook heel veel racisme of vooroordelen naar elkaar. En eigenlijk heb ik een beetje gebruikt, die tool gebruikt om de kinderen met elkaar te verbinden. En spelen is eigenlijk de universele taal van kinderen. En door deze taal te gebruiken, geef je kinderen letterlijk een stem door te spelen. Heel dit proces waar we eigenlijk heel graag in een korte documentaire laten zien. Maar toch was het veel complexer, omdat ik helemaal in dat onderzoek zit. En dat ik soms stappen maak die moeilijk zijn te vertalen in een documentaire. Of veel uitdagender zijn. En het is een uitdaging, ik zal ook nog even een uitdaging blijven. En elk time we letterlijk aan het zoeken naar de narrative on migration. En ik hoop dat deze avond er ook in kan bijdragen. Maar we laten jullie alvast een kort fragment zien. En het vertelt ook niet minder of meer dan de eenvoud van spelen en hoe kinderen de wereld ontdekken. Dus nu een kort document. Deze gewoon lijkt op gevangenis. Ja. Deze aanzet vijf vragen en gedachten opgesteld die me heel hard bezighouden als maker. En ik ook geloof dat dat interessant kan zijn voor andere makers. Het zijn eigenlijk telkens vijf vragenclusters. Als designer zoek je naar oplossingen, maar hoe ontwerp je voor een situatie waar geen oplossing voor is? Hoe blijf je kansen zien? Hoe verlies je de moed niet? Hoe kun je er vrede mee nemen dat je het nooit zal veranderen? Hoe blijf je sterk staan tegen het is maar een druppel op een hete plaat? En dan de tweede vraag is... How can designers, architects, artists be more helpful to living together? Wat zijn de valkuilen en de misverstanden? Hoe kunnen we de juiste vragen leren stellen? Vaak is de vraagstelling al verkeerd. Should we focus on making a tent more comfortable, or should we focus on shifting the negative narrative around population movement, or should we focus on finding a way to stop the war that forced people in the situation of refugees? Dat is een stukje van het Mervé haar tekst, maar ze komt daar zo beetje verder op in. Design en politiek zijn automatisch verweven. Hoe kunnen makers meer relevant zijn? Hoe kunnen we de juiste oplossingen vinden? Hoe kunnen we de juiste vragen leren stellen, zodat we tot relevante oplossingen komen? En
De derde clustervraag is: wat is jouw verantwoordelijkheid als maker? Hoe zorg je dat je goede bedoelingen geen negatieve gevolgen hebben? Je ontwerpt voor een situatie waarin mensen proberen te overleven. Dit maakt het zeer complex. Projecten van designers die vanuit onze visie zijn ontworpen met alle goede bedoelingen hebben heel vaak conflicten veroorzaakt, zoals de ID-box van Philip Stark. Hij creëerde zoiets waardevol met tablets, internet en elektriciteit, dat conflict veroorzaakte in kampen. En ik weet dat co-creatie een heel belangrijke sleutel is om dit te voorkomen, maar ik heb ook al gemerkt dat co-creatie enorm moeilijk is. Je werkt nauw samen met mensen en je bouwt een band op. En dan vertrek jij. Jij terug en zij blijven achter. Hoe geef je deze mensen geen valse hoop? Hoe zorg je dat het project verder kan gaan? Hoe maak je jezelf misbaar? Hoe creëer je een eigen exitplan? En dan de vierde vraag, cluster is... ik voel me vaak misplaatst, ook nu. Als blanke jonge vrouw vertel ik een verhaal dat niet het mijne is. Ik voel me vaak een indringer. Toch heb ik ergens de kans gekregen om een raam te vormen tussen twee werelden. Maar het raam dat ik plaats zal nooit helemaal transparant zijn. Het zal altijd vervormingen geven en gekleurd zijn door mijn eigen achtergrond. Hoe bewaak ik dat verhalen juist worden geframed? En heb ik het recht om deze verhalen te vertellen of word ik een verhalenversteler of een verhalenboetseerder? En dan de vijfde vraag is... Hoe vertel je dit verhaal over migratie in een wereld vol xenofobie? Angst voor het onbekende. Hoe laat je zien dat zij ook mensen zijn, zonder hen telkens als passieve slachtoffers af te beelden? Hoe zorg jij als verhalenmaker dat je mensen niet verder ontmenselijkt? Maar hoe zorg je er ook voor dat mensen blijven luisteren naar je verhaal? Dit weekend hoor ik nog iemand zeggen dat vluchtelingenproblematiek een designerhype is. Maar hoe kan een verhaal van miljoenen mensen niet waard zijn om bij stil te staan? Welkom. Ja, dankjewel. Zo, voilà, ik heb een microfoon voor jou ook. Dankjewel, Emma Ribbens. Thank you so much, Emma Ribbens. Because you're in the middle of working on your project at the moment. How far are you? I don't know what the end result will be. Like, I'm starting on something and it's more and more, if I'm looking into how more information comes and how complicated it also starts. So I don't know if there is ever will be a end point. I think there will not. Because, because you start by saying, I thought this could be a problem I could not solve, but I could start working on from my desk, from behind my desk at home. What was the moment when you realized that designing, making a film about you designing, was more complicated? Was there a point of realization? During my master project, it was a moment because I started to looking on internet and you find so less information, especially written out of a design point. So I had no clue about what's going on, and I read a lot of laws and I started to understand the basic of things, but I didn't find the human aspect on it. And I think, I couldn't go further because I didn't understand the situation. And did it help to go to the refugee camps? Did it help the understanding of the problem? Did it help you understand the problem? It became, because I started to be interested in this problem of this migration and through the things I saw on television. So it was like distance, and the moment you go there, people, like the numbers get faces, and you really get to learn people, and they open your eyes and they tell so much beautiful stories, and I think I really needed that to go further with it, to see really like the humans again. Yeah. So it made your questions more concrete, but it also made it more complicated. Yeah, because from a distance it seems like really clear what you can do, but
on the moment you are there, it's like so complex, and there happen so much things that you never imagined that could happen. Or like, for example, with the fire, suddenly it's happened, and then you see thousands of people running for their life, and you don't know what you need to do. Or like, in that moment, you're not a designer anymore, so you shift constantly in like different roles. So, mm-hmm. Yeah. Yes. So this is an example of. Yeah. Yeah. Is it something you designed while you were there? Is it something you designed while you were there, or is it something you actually thought of behind your desk at home? No, I developed it over there. Like, mm-hmm. I first came there for some couple of weeks, and then I came back because I needed to be there for some courses. And then the idea started over there, and then I developed it home more, and then I came back. But then the relation of the process of like making it together really came over there. Because this is kind of like a strict thing, but children, they always start to make it more cozier, and they gonna add more materials, and it's really that they can sit inside. And for me, it was like, okay, I want to work with nice squares because I'm a designer and I like to have things, but for children, they don't care about it. Yeah. Like, it needs to be tight, and they need to climb in, and they're like, no grown-ups are allowed to come in, so it's really their space. Yes. You touched on a subject in your questions, actually. What can a designer do that actually makes a difference? For example, what I thought about a film or a commercial thing I saw on Instagram, I don't remember when, was a designer designing coats from refugee boats or sleeping bags from other things. And I was quite critical when I saw this designer solutions, but how do you stand in this? Yeah, I always find it really difficult because, and I think it's also with my project, is you can always say like more bad things than good things, and I think, I don't know if it's the best solution, but I think it's a start point, and I think sometimes people, because it's always really negative in the news, and in some ways sometimes it can show like some possibilities, and every possibility need to be tested and then be evaluated and then can go wrong. So I cannot say from a distance if it's... I only just think like designing an other shelter, that's not a solution, because the answer is not like making a new shelter. It's I think it's really like, it's more complex than that. So yeah, if you want to do something, don't design another shelter, I think. But you're right. What you said just now is maybe we need other narratives on refugee camps, perhaps, because we have a very we get all our information from news, and quite often from negative news. Yeah. Okay. Yeah. So, are there perhaps any questions from the audience for Emma? Yeah, I see one hand. Are the toys something the children develop with you, or is something that you planned and you constructed by your own? Yeah, is there some collaboration? I'll just repeat the question. Are the toys something that you developed on your own, or was it a collaboration with the children? I think I provided the materials, but the things the children designed with it, this was like really the collaboration, so we started always to do it together. I was like searching for a start point, so I think with playing with children, it's like you need to create a start point, like saying like, okay, here's okay to play, and then after that they are like collecting other materials or other solutions. So I started the start point, and they developed it further, I think. You made a framework. Yes. As well, quite literally. Yeah. Yeah. But the idea of making shapes with, for example, these are all materials that you can easily find on location. Yeah, like not like normally, but sometimes can also. I'm still researching, because I also discovered that it's not always so easily. So now I'm also searching on other materials or other blankets or just normal sticks. It's just like
more the question like, okay, what do you need to start, let children start to play? So I'm also a little bit critical sometimes to that, and I'm always like questioning myself. It's still in development. Yeah, it's still in everything. Yeah. Yes, yes. And do you have an end point in mind, or are you quite free? I don't know. I started 1 year ago, like I had a chance to develop it further, and then I thought like, okay, in 1 year I will need to, it will be finished, and now I discover like, no, it will at least like take some more years, and mm-hmm. I don't know, I also cannot take my hands off it. Yes. So easily, yeah. Yeah. Very curious how the other speakers will, yeah. Maybe they will also come up with ideas concerning this. I will just have a look at Wiede. Wiede, je bent aan het tekenen geweest. Yeah. Yes. Yeah, I find it very difficult because the line between positive and negative, and I don't want to be negative in my drawings, but it's, I drew a lot away because of bad connotations. But I tried my best. So the desk is as a window on the reality, something I like. But actually, I've yeah. only one drawing that I would like to show. This is this is bad. It was this one, and it's the only thing that I could imagine drawing. We see a TV? So it's like the window we see on the whole migration debate. That's all I have to say now. So we only know it, I only know it because of television, so I'm flawed in that way. Thank you, Wiede. Yeah, very well. Thank you, Emma Rivens.